Op dinsdag 15 maart 2011 organiseerden 8 partijen uit de Nederlandse occasionbranche gezamenlijk het eerste remarketing event. In het nieuwe Van der Valk Hotel in Almere kwamen zo'n 180 directeuren van leasemaatschappijen, dealerbedrijven en occasion specialisten bijeen voor een congres over het remarketingvak. Na de lunch deed dagvoorzitter Donatello Piras de officiële aftrap van het eerste remarketing-event in Nederland, dat voortaan elk jaar zal plaatsvinden. Dan proberen we dan vanaf vandaag maar één traditie van te maken. Eén ding werd al kort na de start van het programma duidelijk. Het remarketingproces vereist steeds meer professionaliteit. Rond de gebruikte auto is de afgelopen jaren dan ook een geheel nieuwe bedrijfstak ontstaan. Partijen die gespecialiseerd zijn in de inname en inspectie van auto's, reconditionerings- en herstelbedrijven, veilingen en transportaanbieders. Samen nemen ze fleet owners en leasemaatschappijen werk uit handen en zorgen daarbij naar eigen zeggen voor meer rendement. Het programma begon met een aantal parallelsessies waarin verschillende kanten van het remarketingvak werden belicht. Michel van Roon van CRM Used Car Management gaf zijn visie op remarketing in 2015. Hij benadrukte het belang van retail. Want een efficiënt remarketingproces loopt vast als de retailkant niet goed is georganiseerd. Tegelijkertijd waarschuwt hij de autobedrijven dat ze zich moeten specialiseren. Of nieuwe auto's verkopen, of aftersales of occasions. Robert Heijens, Car Remarketing Director van Leaseplan CarNext International, legde uit wat de mogelijkheden en beperkingen zijn voor remarketing in een pan-Europese markt. Een aantal organiserende partners lieten tenslotte zien waarom remarketing echt een vak is. Na de parallelsessies stond de bezoekers nog een inspirerend en informatief vervolg te wachten. Een interactief en dynamisch carouseldebat onder leiding van dagvoorzitter Donatello Piras met hierin vooraanstaande keynote-sprekers leverde een levendig debat op. Een van de hoogtepunten van de dag was de uitreiking van de eerste Remarketing Innovation Award 2011. Die ging naar de Stamgroep. Deze dealerholding verhandelt als eerste dealergroep in Nederland alle auto's met een handelsbestemming door middel van internet remarketing. De prijs werd door Automotive en Fleetmotive hoofdredacteur Jelle Heidstra uitgereikt aan directeur Gerlof Stam. De afsluiting van het evenement was een borrel in de lounge van het hotel in Almere. En uiteraard gingen daar het verhalen vertellen en vooral het netwerken nog lange tijd door.